Ik las vanochtend, zat ik even het een en ander te lezen. Ja, lees veel, hè? Er waren geen kranten, hè? Had ik niet op gerekend. Hey. Maar toen las ik dat die Ihattare, die wil dicht bij huis voetballen. Dicht bij zijn familie, vond hij belangrijk. Nou, dan denk ik, dat wordt Spakenburg dan, hè? Want er is geen Nederlandse club meer die aan die jongen begint. Hij is werkelijk overal weggestuurd. Ja, hij heeft geen minuut in het eerste gespeeld. Dat is best wel treurig, toch? Ja, nou, 22 jaar, hè? Ja, maar het is nu echt wel klaar, lijkt mij. Kijk, als Almere het niet probeert met hem, dan is het afgelopen. Ja, maar het ging toch echt mis toen zijn vader stierf? Ja, ja dan is hij losgeslagen, ja. Ja, maar dan, ja. Dus niemand krijgt grip op hem. Maar het is juist dodelijk voor hem in zijn eigen omgeving. Want dan zit hij met die broers die de baas over hem spelen... en meedelen in de poen. En al die loesje vriendjes daar in Utrecht. Dan kun je het vergeten voor zijn carrière. Dus dat is echt klaar, zeg jij. Ihattaren is klaar. Er is geen Nederlandse club meer die serieus met hem aan de slag gaat. Als je bij 5 clubs mislukt. Zou die wel echt goed behandeld zijn, vraag ik me. Want je hebt een trauma. Weet je, dus je vader is gestorven. En nu gaan allerlei oud-voetballers zich over hem ontfermen. Moet er niet een dokter... Weet je, iemand met wie je praat, een Er zijn coach. Echt veel voetballers die het geprobeerd hebben. Ja. Wesley heeft het geprobeerd, Vanenburg heeft het geprobeerd. Maar die ging met hem praten en trainen, maar ik denk, van, er moet misschien een professional gaan. En die clubs hebben dat toch ook wel met professionals gedaan? Dat kan niet anders. Ik denk niet in Tsjechië, wij spreken het uit. Tsjechië niet meer, uiteindelijk draait het er natuurlijk om, hij moet dat zelf willen. Hij moet zelf met professionals willen werken. Kijk, je kan het hem aandragen, maar hij moet het ook wel pakken. Snap je? Dus daar hangt en staat natuurlijk mee of hij hiervan... Ja, maar het record international van Nederland. Elke dag op de sportschool op je zitten wachten. Je komt gewoon niet opdagen en zegt, ik ben vandaag een beetje moe. Ik lig in bed. Met alle respect voor Sneijder, maar dat is natuurlijk geen therapeut of zo. Nee, dat snap ik ook. Maar... Nee, maar Eus, in dit soort gevallen... Kijk, een club kan ook niet eindeloos in de begeleiding doorgaan. Een club moet op een gegeven moment ook zich te neerleggen van... het is zonde van je tijd. Mm-hmm. Maar Johan, is zo'n jongen al financieel? Is zo'n jongen al financieel? Nee, maar als ik Utrecht was, zou ik het aan hem overlaten. Zou ik hem bellen, niet met hem overhalen naar je toe te komen... maar zeg je, joh, lieve jongen, mocht jij je carrière nieuw leven inblazen... ben je altijd welkom. Heb je geen zin, even goede vrienden. Maar dan ligt het aan hem.